Ook de luisteraars van Toppers van Toen gaan met hun tijd mee, want meneer Verwij stuurt een e-mailtje, dus wel niet precies naar ons, maar in het algemeen naar de AVRO. U weet, we gaan altijd prettig met elkaar om hier, dus dat briefje is terechtgekomen. Hij heeft wat opnamen van de Olympiazusjes en de Venloze zusjes op de kop getikt, maar die zijn bepaald niet van hi-fi kwaliteit, om het zachtjes uit te drukken. Want lang niet iedereen was destijds even zuinig op zijn 78 toeren platen. Hij heeft ze al door de Cool Edit Professional gehaald. Dat is een computerprogramma waarmee je het geluid wat kunt schoonmaken en opkrikken. Maar ook dat bleek helaas onbegonnen werk. Het mooiste nummer vindt hij de Speelbal. Een fraaie smartlap die door beide zusterpaarden is opgenomen. Maar in de wat langzamere versie van de Venloze zusjes het mooist is. Althans volgens meneer Verwij. En daarom draaien we die. Van even 8 jaar, met heerlijk onschuldig verlaat, stond iedere dag voor het raam en keek naar de kinderen op straat. Dan volgden haar ogen de bal bij het spel in beweging gebracht. Venloze zusjes met de speelbal. De ware liefhebbers van dit genre houden niet zo van het woord smartlap, dus laten we het een levenslied noemen.